Hartelijk welkom van DNPNL met vandaag een nieuwe video. En vandaag ben ik hier met nieuwe, wat gaan we allemaal doen vandaag? We hebben Division Rival Packs, we hebben Weekend League Packs die jullie straks gaan zien. We hebben een nieuw team wat ik ga maken, want ik ga weer een nieuw team maken voor de volgende Weekend League. Ik zal je straks uitleggen waarom. Ik heb 1,8 miljoen coins zoals je kan zien, best wel lekker. En we gaan hopen dat we wat goede space kunnen krijgen uit deze packs. Voor deze video begint, abonneer op mijn kanaal, anders ga ik gewoon niet verder met deze video. 6.5 hours later. Nou, dankjewel voor het abonneren. Heb je nog een duimpje omhoog, dan doe het ook zeker. Kan niet beneden. Doe even een duimpje omhoog. Dan maak je kans op een heerlijke chocoladerozijn. Ik zweer het je, mensen. Die dingen zijn echt lekker. Dit is geen spon. In ieder geval, nu jullie allemaal geabonneerd zijn en op het belletje hebben gedrukt dat ernaast staat. Ja, dat doe je natuurlijk automatisch wanneer je abonneert. Doe je natuurlijk, hè. Ja, echt waar. Dan kan ik jullie laten weten dat ik in Division Rivals in de rank 3 geëindigd ben. Dat komt omdat ik helemaal geen Division Rivals heb gespeeld, omdat ik mijn team heb verkocht. Dus nu hebben we 3 opties. We kunnen 34.000 munten. Heb ik daar iets aan? Nee. Want daar heb ik gewoon niks aan. Optie 2 is 2 mega pakketten tradable. Heb ik daar wat aan? Zeker. Ga ik dat doen? Denk het niet. Optie 3, 4 mega pakketten untradable. En wat ik gewoon wil, ik moet gewoon een Ronaldo of zo pakken. Ik heb 1,8 miljoen coins gekomen omdat ik Ronaldo wil kopen. Hij is nu alleen fucking duur. Dat komt omdat natuurlijk die speciale kaart in packs is. Die want to watch, weet je wel. En daardoor is normale Ronaldo super duur, omdat hij al 2 weken niet in packs is. Maar in ieder geval, we gaan voor deze. We gaan er niet voor handen, maar om super packen met een Dybala of zo. En dat zou echt fucking chill zijn. En ik heb gehoord dat de packluck in deze veel beter is dan in deze. Dus we gaan voor optie 3. Dan zijn ze maar untradable. Dan is dat maar zo. Kan je vast wel een keer gebruiken bij squad building challenges. En laten we gewoon hopen dat we wat goeds gaan krijgen. In de Weekend League daarentegen ben ik 20 om 8 eindig. Dus goud 1. Dus 200k packies. Lekker. Laten we maar gaan doen. Ja, oh jongens. Mbappé zou ik toch ook niet rouwen. Om zijn er in van Mbappé. Oké, we hebben dus 4 mega pakketten. Dat is echt super nice. Laten we eerst maar openen. Let's do this. Kom op, geef me even een Ronaldo. Even een walkoutje. Kom aan. Oh, we beginnen niet met een walkout. Oh, dit vind ik vervelend. Oh, geen borden. Heel vervelend dit. Ik krijg wel veel consumables. Dat is wel fijn. Laat even in de comments achter mensen wat jullie hebben gepakt. Ik ben wel benieuwd. Ja, kijk, iedereen is dus... niet tradable. Wel veel rare spelers, maar ja. Dus dan, ja, die kunnen we wel behouden, maar geen zin. Oké, eerste packje was matig, echt matig. Wat dus is, ik wil zo'n Ronaldo gaan kopen, maar deze weekend gaat gewoon nog niet lukken. Want morgen gaan pas die spelers het pack, die want to watches. Ik krijg dan weer geen walkout. Wel borden, we krijgen wel borden. Geen wat goeds. Deens, DM, oh, Smichael. Oh. Hebben ze echt, oh, hij is wel 4,5, dus niet heel slecht, maar... Ook niet echt naar wat ik hoop. 84 kan je wel echt makkelijk gebruiken in de squad dunks. Dus dat is wel weer lekker. Oh, ja. Doen we anders 3,84. Lekker hoor. En wat ik wou zeggen? Ik heb echt geen idee wat ik wou zeggen. Oh ja, dat Ronaldo wil komen dat hij nu fucking duur is. En dat ik dus... Ik weet dus niet wat ik voor deze weekend moet doen. Wat voor team ik moet maken. Ik heb geen idee. Misschien met Neymar of zo. Ik heb gehoord dat Neymar ook goed is. Ik weet het even niet. Ik weet het gewoon even niet. Oké, let's go. Kom op. Gewoon weer geen walkout. Deze packs zijn echt slecht. Ik heb me voor laten liegen door Matty. Die zei dat ze goed waren. Carlos Soler. Oh, wat slecht. Nou, hopelijk pak ik nog wel een walkoutje. Komt-ie dan. Lekker. Kom op. Geef me even een walkoutje. Walkoutje. We hebben een walkout. Let's go. We hebben een walkout. Kom op. Oké, dus geen icon of iets. Maar wel een walkout. Kom op. Geef me wat goed. Italiaans. DM krijgen we Buffon. Oh, Buffon, helemaal niet verkeerd. Hoe is hij? 88 Buffon, niet lekker hoor. Dat is echt wel een goeie. En ik zei net van, ik wil misschien wel een team gaan maken met Neymar. Misschien maak ik dan wel gewoon een League 1 team. En dan komt deze gast natuurlijk perfect uit als we dat gaan doen. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En zie je al deze spelers, dit is echt top. Niet dat ik er veel van ga gebruiken, maar oh, wat zijn we aan het doen? Buffon, ben ik echt wel blij mee. Daar ben ik echt helemaal niet ontevreden mee. Maar op het moment dat jullie dit zien, is de weekend natuurlijk al begonnen. Heb ik mijn team dus al besloten. Maar ik ga eerst even kijken hoeveel die Neymar nou precies kost. Volgens mij is die 700k of zo. Echt wel fucking. We zien dat ik even gezocht op Gullit, maar die is nog wel echt heel duur. Neymar Junior. Ja, 700.000 munten. What the fuck. 600, nou, laten we zeggen 650k kost hij of zo. Dat is natuurlijk wel, ja, laten we het ophouden. Vrij prijzig. 645k. Ja, ik kan hem wel makkelijk kopen, maar ik denk dat ik Neymar en dan Mbappé of zo. Dat hem een spitser wordt. Maar ik wil je ook nog een soort target man, hè. Maar ik weet niet of Cavani goed. Er zijn nog andere goede spaces in de league, hè. Fekir. Ja, op zich kan je niet echt een team maken, toch, met alleen dit. Dat is niet echt mogelijk, want dit team is niet goed genoeg. Je hebt 1 goede centerback. Dat is Thiago Silva, die ik eigenlijk persoonlijk net te klein vind met 1,83. Ben ik niet zo fan van. Fekir. Hij heeft eigenlijk gewoon kut sets op de dribbling na. Als we even heel eerlijk zijn. Hè? Als we even heel eerlijk zijn. Rabiot kan er ook niet zoveel van. Dus je hebt eigenlijk alleen Neymar die goed is. En Mbappé natuurlijk. Cavani, ja, misschien is die wel aardig. Misschien is dat wel een aardig speetje. Ik weet het niet. 3 skills, 3 weakfoot. Nee, het wordt niet zo'n team hoor. Ik ga even nadenken. Ik ga goed en hard nadenken. En dan kom ik vanavond bij je terug met de Weekend League rewards. Wat jullie gewoon 1 seconde hierna gaan zien. En met hoe mijn nieuwe team eruit gaat zien. Dus ik zie jullie zo. Doei! Oké, mensen, zijn we dan met deel 2 van de rewards. Waaronder de FUT Champions Weekly Reward. Ik heb besloten dat ik mijn team ga maken op basis van hoe deze rewards zijn. Ik hoop eigenlijk een klein beetje op dat Ronaldo pack. Dat zou toch lekker zijn, Gerard. 50k packs, die ga ik ook nog even openen. Hoe zijn er dingen? Oeh,
680 plus 3,6%. Niet heel veel. Nee, oké, dat is matig. Ik ben echt benieuwd bij 100 capex wat daar de percentage van zijn. Daar ben ik oprecht benieuwd naar. Oké, let's go. Voor Champions Reward. Goud 1 ben ik geëindigd. 20 om 8 ging uiteindelijk. Dus helemaal niet heel slecht. Best wel oké zelfs. Goud 1 is gewoon best wel lekker. Je krijgt dus... Wat krijg ik eigenlijk? Ik heb echt geen idee. 2 speciale items. 50.000 munten. 2000 kwalificatiepunten. En 2 jumbo zeldzame spelerspakketten. Nou, ik ga me dus eerst even... Oh, moet ik dit meteen doen? 1 van 4 voor Champions spelers. Kan ik deze niet even zo doen? Ja, laten sorteren. Ja, oké. Claim hier. Oké. Wat ik eerst ga doen, want dit ga ik anders zeker vergeten, is mezelf even kwalificeren voor de Weekend League. Anders vergeet ik dat. Dat moet ik niet hebben. Waar doe je dit? Division Rivals, kwalificeer, registreer nu. Wissel toegang nu in. Gekwalificeerd. Come on mensen, kom op. Dan gaan we nu beginnen met die twee heerlijke packjes. Laten we hopen dat we er goed zijn gaan krijgen. Mbappé kan je krijgen. Icardi volgens mij. Lacazette. Maar we willen gewoon Mbappé. Dus laten we de eerste maar gelijk openen. En we gaan even kijken wat we gaan krijgen. Oh, Hulk. Oh, dat is helemaal niet verkeerd. Die Hulk is tering goed, heb ik gehoord. Oh. Lekker zeg. Die heeft echt goede stats. Die is echt, ja, die heeft ook ziek veel kracht. Jongen, 93 kracht. Deze gast is echt best wel goed. Misschien ga ik hem wel gebruiken als sub. Want ik wil echt wel een keer weten hoe hij speelt. Ik heb gehoord dat hij echt heel goed is. Hij was ook echt 300k aan het begin toen hij uitkwam. Zal hij waarschijnlijk niet meer zijn. Je kan dus ook niet verkopen volgens mij. Als ik het goed heb. 100% Hulk. Echt zonder twijfel. Heerlijk spelletje. Echt blij mee. Gewoon oprecht blij mee. Kijk, dan de volgende. Oh, wat doe ik? Ready, come on. Komt hij dan? Komt ie. Oh, dit is slecht. Ja, deze zijn wel slecht. We hebben Ospina, wat op zich wel een leuke Serie A keeper is, maar die ik nooit ga gebruiken. We hebben Hofman, die op zich wel een leuk sentiment is, die ik nooit ga gebruiken. We hebben Martinez, die ik zeker nooit ga gebruiken. En we Bamba. Als hij 50 skills heeft, neem ik hem. 3 skills, gaan we niet naar. Ik ga wel gewoon voor Ospina, denk ik. Ja, ik ga voor Ospina. Waarom? Geen idee. Hulk ben ik echt blij mee. Ospina wat minder, maar Hulk ben ik oprecht heel erg tevreden mee. Dat is echt gewoon lekker. Zal ik even kijken. Ik had dus mijn team verkocht in de hoop dat alle spelers goedkoper gingen worden. Ik vrees alleen dat niet het geval is geweest. Even kijken of het Dybala is. Nee, het is totaal niet het geval geweest. Hij is ziek erg omhoog gegaan in prijs. Love it. Ik heb even de verkeerde keuze gemaakt. Zeg, holy shit. Oh nee, was gewoon iemand die verkeerd... Nou, hij is wel echt een stuk omhoog hoor. Man, wat klote joh. Oh, je heeft natuurlijk ook meer coins. Je kunt er ook meer uitgeven. Ja, zo werkt het natuurlijk ook hè. Lastig. Oké, 200 capex. Heerlijk. Let's go. Let's do this. Gaan we dus ook gewoon wat FIFA points toevoegen. Koop trouwens, ik wil het goed punt. Nou, link in de beschrijving. 12.000 FIFA points zijn binnen. Laten we eerst met deze package openen. Want dan kun je 100 capex even bewaren voor straks. Eerste, geen walkout. Baal ik nu al van. Oh nee. Helemaal geen goed eerste packie. Oh jongen, die 200 capex, jongen, die zou krijgen. Waarom ik packs open? Ik wil gewoon coins. Want ik wil gewoon die Ronaldo krijgen. Dat is gewoon mijn hele doel. Mijn doel in het leven. Mijn leven, omschreven. Wil alles daarvoor geven. Oeh, Kippa. Dit zijn echt slecht, deze packies. Holy shit. Mensen, open deze niet. Behalve als je het goed kan kopen. Ik wil het goed met. Nou, open ze dan vooral wel. Ja, dan is het echt totaal nice. En weer Frans, wie is dit? Oh, Bakayoko. Nou, mensen, toch weer iedere keer die 4k, hè. Die 4k, dat zijn toch die coins die meewerken aan het geweldige totaal. Weer geen walkout. Wat een ongekende. Als dit mijn luck ook is voor die 100 capex mensen, dan. Oh. Oké, laatste. Deze waren echt snel. Dan gaan we door naar de 100 capex mensen. Waar jullie op aan het wachten zijn. Waar ik op aan het wachten ben. En wat echt een heerlijk packing gaat worden, hoop ik. We krijgen geen borden opnieuw. We krijgen. Jongen, hoe heet die link? Dit is zeker niet Gaetan, dat is zeker borden. Ik heb geen idee wie dit is. Korea. Oké, mensen. De tijd is gekomen. Zijn we klaar voor 200 capex? Let's do this. 24 rare gouden spelers. Geef me alsjeblieft een walkout. EA. Kom op, geef me een walkout. We krijgen geen walkout. Oh, ik haal mijn leven. Ik haal mijn leven zo erg. Ik krijg al borden, maar het is geen walkout. Geef me dan Martial. Oh, Ribéry. 85. Oké, niet slecht. Vind ik niet slecht. 85 rare Ribéry. Lekker. Kan nog wel wat achter zitten. 50 Ribéry is niet slecht. Niks waard, maar niet slecht. Kom op, Pepe, Alisson, Werner. Oké. Zaha. Ik weet niet of die nog iets waard is, maar in ieder geval, Ribéry is 5k. Niet echt denderend of zo, maar. Ook niet heel slecht, gewoon oké. Hebben we Pepe is ook 5-6k, dat is ook niet slecht. Dan hebben we Alisson, die zal wel iets meer zijn. Oeh, Alisson, lekker, 20k, dat is lekker. Alisson, 20k, prima. Hebben we Werner, ook niet slecht. Werner, 7k. Gast, best wel een goede pick dit eigenlijk. Terwijl je aan het begin dacht van, wat een dikke scheids dit joh. Is het nu van, nou best wel aardig. Gelson Martins, 1000 coins, minder. Discard, lekker. David Villa, discard. Hoeveel is Zaha nog waard? Zaha, 4k of zo denk ik. Murillo, 1300. Kijk mensen, ik verkoop al die spelers gewoon. Want je moet gewoon die coins binnenhengen langzaam. Langzaam maar zeker moeten die coins binnengehengeld worden. Gast, dit pack levert mij wel gewoon 60k op of zo voor mijn gevoel. Kan ik natuurlijk helemaal naast zitten, hè. Dat kan. Oeh, Doucouré, legend. Absolute legend. Ziek goed op FIFA, niks waar. Helaas moet ik hem discarden, ook al ben ik groot fan van Doucouré. Dit was een prima pack, oprecht. Ik heb hier denk ik oprecht wel 60k terugverdiend. Misschien niet 60, maar iets minder. Laten we die volgende, laten we alsjeblieft hopen dat we een walkout krijgen. Kom. Geef me een walkout. Ah, weer geen walkout. Ah, ik ben genaaid. Geen één walkout en mijn rewards. Oh jawel, ik had één. Oh, ik heb alleen één vorm. Oh, die gast, ik kon kiezen.
Dat is slecht. Oeh, wat slecht. Jonas. Ja, deze is dan weer echt heel, heel erg slecht. Nou, Mikitaan is wel nog 7k, dat is wel lekker. Nee, ik ben er niet van overtuigd dat één van deze spelers iets waard is. Laat ik ze allemaal maar... Ja, die rechtsback is ook hartstikke leuk en aardig. Kan ik daar misschien wel bewaren. Die gaan ooit wel goed worden. Voor de rest, ja. Tevez is tegenwoordig 78, zie ik. Niet best. Meestal wat ik ga doen, ik heb nu 1,9 miljoen. Ik wil echt Ronaldo. Kijken of hij nu waard is. Zal wel echt nog meer zijn dan eerst. Oh, niet. Ja, die Ronaldo zou ik op zich ook wel willen. 2,2 miljoen. Oh, no. Want is die gas duur, zeg? Niet normaal. What the fuck? Oké, mensen. Jullie zien in mijn video van overmorgen week Weekend League gaan spelen. Wat allemaal precies op team wordt. Ik had gezegd, ik ga het in deze video laten zien. Maar ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon oprecht nog niet. Ik ga er nu even flink over dubben. En dan zien jullie het in de video van morgen waar ik een Weekend League, lekker Weekend League potje ga spelen. Ik ga nou even nadenken. Ik wil gewoon Ronaldo. Ik ga gewoon voor Ronaldo. Dan ga ik maar wat packs openen. Zo. Ik moet gewoon in Ronaldo. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Like vooral mijn dingen. Tot de volgende keer. En ik zeg doei. Later.